Dus het is eigenlijk dubbel, die toe-eigening, dat gebruik, het gebruiksinstrument, maar tegelijkertijd ook zo'n stempel die onze leefomgeving vormgeeft, als het ware. Dat klinkt heel hoogdravend, maar ik vind dat eigenlijk een soort, ja, toch wel een basisvereiste waaraan de gebouwen die wij proberen te zetten moet voldoen. Dus wij willen heel gewone dingen maken, maar die piekfijn zijn, die af zijn en die eigenlijk met plezier door mensen gebruikt worden. En eigenlijk is het ontwerpproces een soort reductie permanent, totdat eigenlijk maar de essentie overblijft. En daarin vullen we elkaar aan. We proberen eigenlijk, ja, de gebouwen worden eigenlijk al bijna, alleen de ontwerpen tenminste, worden eigenlijk altijd maar uitgezuiverd als het ware, totdat hetgeen overblijft waar we ons alle twee wel vinden, oké, dat is de essentie. We willen, ja, ik denk dat we wel gebruiksobjecten tonen. Dus we willen eigenlijk focussen op de manier waarop mensen in dat gebouw zich voortbewegen, gebruik van maken, toe-eigenen. Soms ook op de verkeerde manier gebruiken misschien, maar toch verkeerd op een goede manier. Ja, niet zoals wij voor ogen hadden. Dat vinden we heel spannend om dat te zien gebeuren in projecten. En als de architectuur te dwingend is, of te veel op zichzelf staat, of te veel pretentie heeft om architectuur te willen zijn, dan vinden we dat jammer. De middelen op de tentoonstelling, eigenlijk willen we op de tentoonstelling een beetje onze manier van werken tonen. En wij werken heel veel met maquettes nu, waarschijnlijk heel veel andere bureaus ook. Maar voor ons is een maquette essentieel om de dingen af te toetsen. En wij zijn van principe, kunnen nog zoveel tekeningen maken en 3D's of zo, die manipuleer je altijd onbewust. We proberen het plezier dat wij ervaren wanneer we een gebouw bezoeken die volop in gebruik is, willen we proberen over te brengen in de tentoonstelling.